De Kaseko-muziek is aan het doodbloeden, stelde historica Rosita Leeflang gisteravond tijdens de presentatie van haar afstudeeronderzoek in het Nationaal Archief Suriname. Leeflang deed voor haar afstuderen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname onderzoek naar de ontwikkelingen van Kaseko vanaf haar ontstaan tot de jaren 90 en studeerde op 13 februari jongstleden af op het onderwerp. Er vinden een heleboel veranderingen plaats binnen dit muziekgenre, zegt Leeflang. Kaseko-muziek was op sterven na dood. Na 1990 is er nog nauwelijks nieuwe Kaseko-muziek gemaakt. En voor de duidelijkheid, er is Kaseko-muziek nog steeds, maar er worden heel veel oude nummers worden gerecycled, om het zo oneerbiedig te zeggen. Maar de nummers worden van de plank gehaald, wat ook goed is, want daarmee geef je eigenlijk ook een bepaalde grani aan degene die het toen hebben gemaakt. Maar er moet ook nieuwe muziek komen, er moet nieuwe Kaseko-muziek komen, om ervoor te zorgen dat over 50 jaar de jongeren dan ook muziek hebben uit 2024, waarvan ze kunnen zeggen, oh ja, dat was Kaseko-muziek uit die tijd. Leeflang concludeert dat door de razend populaire muziekgroep Orchestra Washboard, met onder andere voorzang van Lieve Hugo, de overgang plaatsvond van de Biggie Poku naar de moderne Kaseko. De stelling dat Washboard met Kaseko begon, klopt volgens de onderzoekster niet. Maar ze populariseerden wel de muziek onder aanvoering van dus Mighty Kusi, Mighty Power en Lieve Hugo. Introductie van zang in de Kaseko was er toen al in de jaren 20 en 30, maar toen waren er meer koortjes. Dus er werden niet hele nummers gezongen. Onder invloed van de jazz uit New Orleans en het Caribisch gebied ontstaat dus de Biggie Poku. Eerst als muziekinstrument, daarna als muziekgenre. En op een gegeven moment bestond ze ook zij aan zij met de Kaseko. Dus soms konden mensen vragen, kom play one Biggie Poku gimme of kom play one Kaseko gimme. En in de jaren 60 houdt de Biggie Poku vrijwel op te bestaan. En in de jaren 90, zoals ik zei, het is aan het doodbloeden, anno 2024. Er wordt Kaseko muziek gemaakt, maar alleen oude nummers die opnieuw worden gezongen, soms in een nieuw arrangement worden gestopt. Maar dat wil nog niet zeggen dat we nieuwe klassieke muziek hebben. Dus dat mag weer gaan gebeuren. De historica stelt dat Kaseko zwingende dansmuziek is die als straatmuziek is ontstaan aan het begin van de 20e eeuw. Dit genre groeide uit tot feestelijke, populaire en typische Surinaamse muziek.